Het is ook echt zaak dat deze eigenaar wordt aangepakt. Ondertussen houden andere collega's de sportschool in de gaten. En kort daarna laat de eigenaar zich zien. Hij komt nu naar buiten. Hij loopt naar jou toe, richting jou. Oké. Oké, ik ga even naar de auto. Wacht, open. Oké. Ik ga hem volgen gewoon. Kom mijn kant op. Ja. Volgens. Ja. Ik denk dat hij naar de sportschool gaat. Sportschool, hij rijdt hard door. Ik denk dat hij vlug. Ik weet niet wat hij doet, maar hij rijdt hard. Hij is naar de sportschool gereden. Ik probeer de achtervolging in te zetten, maar hij scheurt als een bezetene door de woonwijk. En de sportschool is dichtbij. Tussen de eigenaar en mij rijdt een onopvallende politieauto. Ik blijf ze volgen. Aan het eind van de weg zit sportschool Straatweg. Rijdt hij daar naartoe of smeert hij hem? Oké, ik ga naar links toe. Ga naar links toe. Hij zet de auto neer. Ze gaan hem aanhouden. Het is die handel. Oh, ben jij het? Bij welke handel? Nee, dat zijn jullie zelf. Zijn jullie zo? Joh, doe nou niet zo bij de hand gek, joh, houd toch op, man. Er zijn hier mensen die kunnen niet meer navertellen die we jullie getraind hebben. Mensen die niet meer na kunnen vertellen? Precies, ja. Wie dan? Jelle bijvoorbeeld. Jelle? Ja, Jelle, ja. Hé, hey, luister nou. Jelle hebben wij nooit wat verkocht. Hou eens even gauw, hoor. Hij kan er niet meer navertellen. Maar daar hebben we wel bewijs van. Ja, je denkt te kennen schooien en nou heb je aan de verkeerde. Hier heb ik geen tyfus. Jullie handelen hier toch? Maar dat weten we wel en daarom zijn we hier. Nou, ook deze had er zogenaamd niets mee te maken. Nee, wij verkopen niets. We hebben wel degelijk bewijs. Dan mag hij aan de rechter gaan uitleggen. Ontkenningen, ontkenningen en nog eens ontkenningen. Ze hebben er zogenaamd niks mee van doen. Maar zij gaan mee voor het politieverhoor. Beiden werden aangehouden op verdenking van illegale handel in medicijnen. In de woning van de eigenaar werden ook nog harddrugs en zelfs twee vuurwapens aangetroffen. Uiteraard stel ik ook direct Edwin, de vader van de overleden Jelle, op de hoogte van het nieuws. Goedemorgen Edwin. Alberto hier. Goedemorgen Alberto. Ik bel je eigenlijk met nieuws? Met nieuws Edwin? Ja, ik ben benieuwd. Ik vertel Edwin dat zowel de personal trainer als de eigenaar van de sportschool zijn aangehouden. Kijk, dat zijn goede berichten. Toch? Ja, dat mag je zeggen. Ik merk toch wel de laatste weken wel een beetje, ja, dat begint het toch wel weer even een beetje te groeien, zeg maar. Gewoon, ja, hoe zal het gaan? Ja, spannend en, is dat. Ja, toch wel. Eigenlijk wel, ja. Ja, dat begrijp ik. Ik laat je binnenkort de beelden wel even zien. Vind je vast leuk. Nou, dat zou ik wel tof vinden. Nou, super bedankt voor je belletje. Goed om je even te horen. Dankjewel, man. Geweldig, Edwin. Oké. Doei. Zo, doei. Eigenlijk doe je het hiervoor. Meer undercover in Nederland? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.